valse spraak op Gabbata, door heel de lastergroep, ging hij zijn weg naar Golgotha en uitte daar zijn roep. Tot 7 maal riep hij een woord in zijn onnoembaar leed, tot overwinning werd gehoord en het is volbracht daar horen deed. Toen boog hij het hoofd en gaf de geest. Het lijden was niet meer, want God die rechter was geweest, was nu zijn vader weer. Het verhaal wat vanmorgen op alle plekken in baren, in kerken, gemeenschappen klinkt, maar niet alleen hier, en dat is zo fascinerend, wereldwijd, is, en dat ontdekte ik van de week bij de voorbereiding van mijn preek, dat het lege graf niet echt het bewijs is van de opgestane Heer. Want vrouwen gaan naar het graf in angst en vertrekken ook weer, zelfs zegt de tekst, in angst en beven. Het geheim zit hem, denk ik, toch vooral in het feit hoe de leerlingen daarna met dat verhaal zijn omgegaan, of met die gebeurtenis bij dat lege graf. Wit is de kleur van het licht, wit is de kleur van de hoop. En laten we Jezus volgen naar Galilea. En dat betekent dus naar je eigen plaats, naar je kantoor, naar je werk, naar je gezin, naar deze week toe. Wees wit, transparant. Laat het maar zien dat we leven van die beweging, van die opgestane Heer, die licht geeft en toekomst is. En vertel het alsjeblieft door. Vandaag in je kerk, in je gemeenschap, maar nog liever daarbuiten, op de markt. Op de plek waar je leeft en werkt. Ik stel voor dat we deze vlag allemaal even vasthouden. Ik begin hier bij u. Kunt u naar voren komen en deze vlag aanreiken? En dan steeds doorgeven. Dat we allemaal even voelen en aanraken. Alsjeblieft. En Gerard zal hem straks daar zetten als teken hier in Baren. In het centrum van de Brink is wit onze kleur. De kleur van de hoop. U zij de glorie.